Op een avond om een uur of half elf liep ik wat te wandelen met mezelf. En de mensen van een nette nieuwe wijk zag ik zitten huis aan huis aan huis aan huis te kijken. Uitgeteld en uitgezakt en uitgepraat. En ik dacht, als nu de wereld is vergaan, is er niemand die het in de gaten heeft, want ze zitten aan de beeldbuis vastgekleefd. De televisie staat nog aan, maar de wereld is vergaan. Nu is het hier een pottenkraam met doeien achter het raam. Op een avond komt ons hele volkje om, niet door kwik of door vergif of door de bom, maar door een slaapdrank die een vreemde mogendheid over de beeldbuis en het avondblad verspreidt. Er is een dronk vol pessimisme in de maak, opportunisme daaraan toegevoegd naar smaak. En wat cynisme, ja een korreltje of drie, en wat racisme na een borreltje of drie. En als de wereld is vergaan, dan blijft de televisie aan. Dan is het hier een poppenkraam met dooien achter het raam. Iedere woning is opeens een glazen kist, waar men het leven en de liefde niet meer mist. Waar men geen plaat beluistert en geen boek meer leest, waar slechts gemompeld wordt, ik ben al geweest. Daar is geen mens meer die nog ooit de straat op ging. Daar is geen vreugde meer en geen bewondering. Daar is geen hartstocht meer en zelfs niet eens meer angst. Daar hangt het spreekwoord dood zijn duurt te lang. En als de wereld is vergaan, dan blijft de televisie aan. Dan is het hier een poppenkraam met doeien achter het raam. Gaan, dan blijft de televisie aan. Dan is het hier een poppenkraam met dooien achter het raam. En als de wereld is vergaan, dan blijft de televisie aan. Dan is het hier een poppenkraam met dooien achter het raam.